thuiskomen, in je eigen huis, bij de mensen van wie je houdt. Om dat ene plekje te hebben, dat gun ik iedereen. Helaas is de huidige realiteit anders. Er is in Nederland een tekort van ruim 300.000 woningen. Honderdduizenden mensen die geen eigen plekje hebben, geen eigen thuis. Een hele generatie staat vast door dit door de overheid gecreëerde woningprobleem. Het is niet dat er geen ruimte is in Nederland. Een Nederland dat groter is dan de Randstad alleen. Het gaat fout bij de fundamentele keuzes die dit kabinet en de kabinetten daarvoor hebben gemaakt. Ons Ja 21 woonplan laat zien dat het anders kan. Wij hebben wel de visie die nodig is om deze wooncrisis op te lossen. We hebben meer van dit nodig. De grote wielen in Rosmalen. Prachtige nieuwe wijk met veel koopwoningen met jonge gezinnen. Mensen die hard werken om de hypotheek te betalen. Om een thuis te maken voor een gezin. Een plaats waar de kinderen kunnen opgroeien. Hier willen we allemaal toch wel meer van. Maar wat gaan ze doen? Windturbines bouwen. Op minder dan een kilometer afstand. Met al die ellende van dien. Ja 21 wil woningen bouwen. Niet zonnevlaktes en windturbines. De regio kan zoveel meer betekenen voor Nederland. Maar Den Haag moet het wel willen zien. In de provincie Friesland hebben wij aan ruimte geen gebrek. We hebben mooie en gezellige steden en de natuur is hier prachtig. En toch trekken er veel mensen weg. En dat heeft veel te maken met de bereikbaarheid. Nederland heeft betaalbare woningen nodig. Niet nog meer zonnevlaktes, windturbines of irreële stikstofeisen. Niet nog meer inwoners, terwijl de huidige Nederlanders al geen woning meer kunnen krijgen. Ja 21 gaat voor woningen voor u. Woningen in een mooie wijk, met groen, goed bereikbaar, zonder windturbines in uw achtertuin. Wij leggen voor u het juiste fundament. In Den Haag. En in de provincies.